Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Cubis, Provincie Noord-Brabant en Fonds 21. De Media Battle. Een quiz waar mediawijsheid centraal staat. Slim zoeken, boven parate kennis. Zet media bewust in en beoordeel de gevonden informatie. Zo kom je tot het juiste antwoord. Wie wint deze Media Battle? Ik ben vandaag in Bladel op het PS Team College. En van de 2500 leerlingen die hier op school zitten, gaan er 80 met elkaar de strijd aan vandaag bij de Media Battle. Maar eerst nog even wat vakken maken. Ik ben tevreden. Het zijn allemaal tweede klassers en hier is BKZ. Kom erbij jongens! Zin in! Ja, kom op! Ga lekker staan! Hallo! En hier is de klas van Peter, TT2. Leuk dat jullie zijn, kom erbij staan! En jullie hebben misschien nog wel een klein voordeel, want jullie zijn tweetalig, hè? Ja. Wat betekent dat precies? Ja, dat je les hebt in het Nederlands en het Engels. Zeg eens wat in het Engels dan? Hallo! Hallo! Maar we missen nog blauw, dus hier is de klas van Renate, GT4. Jullie staan hier gezellig met z'n allen bij elkaar. Zijn jullie ook allemaal vriendinnen van elkaar? Ja. En jullie staan ook al hand in hand, zie ik. We beginnen met drie klassen, waarvan er maar één door kan gaan naar de volgende ronde. De vragen worden beantwoord door in het juiste vak te gaan staan. Welke klas weet door slim samen te werken de meeste leerlingen over te houden? Even testen, hoeveel van jullie zit op Facebook? Vingers in de lucht. Best wel een hoop op Facebook. Deze vraag gaat over Facebook. Hoeveel gebruikers heeft Facebook wereldwijd? Is dat antwoord A, 500 miljoen? Of is dat antwoord B, rond de 1,5 miljard? Of zeg je nee, dat is antwoord C, ongeveer 7 miljard? De tijd gaat nu in! Ja, hier moet je zijn! Dat is wel een heel duidelijk verschil. Dat hele vak hier, moet je even kijken. Zij zijn flink in de meerderheid. Maar er staan er wel een paar bij vak C. Dat vind ik dapper. Ik zag in jouw gezicht dat jij het wel heel zeker wist, hè? 7 miljard mensen. Nee. Oh nee? Nee, ik heb fout gegokt. Je hebt fout gegokt? Ja. Jij denkt, er staan daar zoveel mensen in vak B. Ik moet naar huis. Ja, dat denk ik. De hele wereldbevolking telt ongeveer 7 miljard mensen. Ja, dat is fout. En in ontwikkelingslanden is maar 20% online. Dus Mark Zuckerberg zou wel heel blij zijn als hij 7 miljard gebruikers had, maar... Het goede antwoord moest zijn... Antwoord B! Yeah! Oké, luister goed. We gaan door naar de volgende vraag. Waarvoor worden social media gebruikt het meest tijdens het huiswerk maken? Is dat antwoord A, om informatie op te zoeken, over je huiswerk bijvoorbeeld? Is dat antwoord B, gewoon om te kletsen of om een afspraak te maken? Of is dat antwoord C, om te vragen wat het huiswerk ook alweer was? En de tijd gaat nu in! En stop de tijd, ga nu staan waar je wil staan! Ja! Oké. Er heerst hier hele grote verdeeldheid. Zojuist stond iedereen nog in het voorste vak, hier in het middelste vak. Maar nu staat er een hele hoop bij A. B is nog steeds wel het grootste vak, maar bij C zijn er ook een heleboel mensen om Peter heen komen staan. Het goede antwoord moest zijn... Antwoord C! Ja! Jullie zijn door naar de volgende ronde, jongens. Sorry, jullie mogen helaas aan de zijkant gaan zitten. Ja, Renate, zij weten het nog niet, maar de volgende vraag gaat over bekende YouTube-filmpjes. En nou is er één filmpje, dat is de Gangnam Style. Zullen we even dat dansje doen? Hoe gaat het ook weer? Gangnam Style, dat is Ik ken het niet helemaal, hoor. Ik ken het ook niet. Maar je doet het goed. Deze vraag is beslissend. Ik zie dat groen in de meerderheid is. Dus kom op bij rood en blauw. Jullie kunnen nog winnen met z'n allen. Luister goed. Wat is het meest bekeken filmpje op YouTube? Is dat antwoord A bij Anneloes? De Gangnam Style van Psy? Hey, sexy lady. Op aan Gangnam Style. Of is dat antwoord B? Charlie bit my finger. Oh, Charlie. Kennen we die? Ja, ze kennen hem hier.
Charlie Batman. Of is dat misschien wel antwoord C? Justin Bieber met Baby. En de tijd gaat nu in! De hele bende gaat door naar A. Naar die kant, naar de gang naar mezelf van opzij. Blijft er echt niemand staan, jongens! En de tijd is gestopt. Iedereen gaat met z'n allen opeens op Anneloes af. Ja. Dit wordt natuurlijk heel spannend. Iedereen staat in vak A. Maar het juiste antwoord moest zijn antwoord A. Ja! Maar de grap is, de klas met de minste leerlingen heeft nog het meeste mensen staan. Dus wie gaat er door naar de volgende ronde? Dat is Groen! Wist je dat YouTube is ontwikkeld door 3 medewerkers van PayPal? Ze hadden als hobby een videodatingsite gemaakt. Nou, uiteindelijk is het veel groter dan dat en is het geworden zoals wij het nu kennen als YouTube. En dat hebben ze verkocht aan Google voor $1,65 miljard. Niet gek dus voor zo'n hobbyproject. In deze individuele ronde krijg je een vraag te zien via de Instagram-pagina van de Media Battle. Vind het juiste antwoord en post dit. Ja, daar zijn we aangekomen bij de tweede ronde en dit is de opzoekronde. En de tijd gaat nu in. En ze zijn vertrokken en ze gaan. Kom. Sommigen rennen naar het lokaal, anderen zijn bezig met het opzoeken. Kijk, hij is ook gewoon rustig, relaxed aan het opzoeken. Wat is jouw tactiek? Gewoon zoeken. Oké, we moeten die kant op deze kant, jongens. En de vraag is natuurlijk, wie maakte de allereerste selfie ooit? Moeders aan, jongens. Wie gaat er winnen? Kom. Moeders aan, jongens. Met z'n allen. Ja, en dan ben ik bij het lokaal. We zijn er al een paar in het lokaal. Kom snel mee. Ze hebben de computer gevonden en ze zijn het aan het opzoeken en ik pak mijn telefoon erbij. Waar het dus om gaat, is dit. Deze man, dat is de allereerste selfie. Ja, het is eigenlijk geen selfie, het is gewoon een zelfportret. Maar hoe heette die man nou? Dat is de bedoeling. Is hij doodstil? Iedereen is ook aan het opzoeken? Op de Instagram. Er wordt hier druk gezocht. Robert Cornelissen. 1839. Heb je iets gevonden? En zoek ook even dat jaargetal op, hè? Wanneer is hij gemaakt? Ik ben op de Media Battle Instagram. Even kijken hoor. Hier staat die vraag. En hij is gepost. Danoontje 2002. Wie is dat? Dat ben jij. Kom nog eens even bij staan. Want jij hebt hem net gepost, het antwoord op de vraag. Maar wat was het antwoord? Als goed, Robert Cornelissen. Robert Cornelissen. En wanneer heeft hij die foto gemaakt? 1839. Dat is het goede antwoord. Ah, dat mag volgens wat worden. En nu kan het ook anders. Jij krijgt de selfie stick, alsjeblieft, zodat je nog een heleboel selfies kan maken in de toekomst, zodat al je klasgenoten jou kunnen volgen. We verdelen de klas in 2 teams. Een goede zoekstrategie en het juist beoordelen van de gevonden informatie is essentieel. Ja, en dan zijn we weer aangekomen bij ronde 3. En het mooie van deze ronde is, iedereen kan meedoen. Maar niet iedereen wint, want we hebben namelijk 2 teams. Even tussendoor. Hoe heet jouw oma? Miet. Miet? Ja. Oma Miet, oké. En wat is jouw favoriete groente? Nee, ik heb geen favoriete groente. Je hebt geen favoriete groente. Heb jij er wel één? Sla. Sla. Dan neem vandaag tegen elkaar op. Team Sla tegen Team Miet. Vroeger kon je nog geen spelletje spelen op de computer. Nee, als je wilde spelen, dan ging je naar de arcade. Dat veranderde in 1972. Want toen kwam er de eerste spelcomputer voor de consument, namelijk de Magnavox Odyssey. Kennen we die? Nee. Nee, ik ken hem ook niet meer. Dat was ook geen groot succes. Tot 3 jaar later. Want toen kwam er een spel op de markt. En dat spel, dat werd opeens razend populair. De vraag is als volgt. Welk bekend tennisspelletje uit 1975 heb ik het hier over? En laat ook even een filmpje zien van dat spel. De tijd gaat nu in. En ze zijn van start. Geconcentreerd. Even kijken. Ze zitten op Google allebei. 95. Ja, hoe zei je daar? 95. Welk bekend tennisspelletje uit 1975? Daar gaat het om. Ja, super.
Heel goed, hier ook. Als je het goede antwoord weet, jongen, steek je je vinger in de lucht, hè, en dan roep je heel hard ja. Dat is belangrijk. Kom. Ja. Ja, je hebt het goede antwoord? Ja, pong. Oké, stop de tijd. Oh, stop de tijd. En welk spelletje is dat? Pong. Maar heb je ook een filmpje? Nee, dat nog niet. Oh, je hebt nog geen filmpje. Dan mogen jullie nog doorzoeken. Snel, doorzoeken, doorzoeken. Zorg ervoor dat die op je scherm staat en dan pas heb je het goede antwoord gevonden. Ja, ja, pong. Oké, stop. Stop de tijd. En dit is inderdaad het goede antwoord. Jullie hebben een punt gewonnen. Gefeliciteerd! We gaan door. De Media Battle! Wauw, Luana, dames en heren. Wat een talent hier op het PS10 College in Bladel. Volgens mij is het tijd voor vraag 2. In 2012 was er een social media hype van ongeveer 30 seconden, een filmpje. Daar stond er iemand te dansen en na 15 seconden stond er opeens een hele groep mensen omheen allemaal gekke bewegingen te maken. Welke vlogger zorgde ervoor dat de Harlem Shake helemaal viral ging? Ik wil de naam weten. En de tijd gaat nu in. Oké. Okay. Het zoeken is gestart. Hier wordt ingetypt YouTube. Ik ben je al bij. Oeh, ze krijgen een reclame tussendoor. Jullie kunnen nog inlopen, jongens. Hier, moet je achternaam ook weten. Het is een vlognaam, hè, jongens. Ja, we hebben hem. Stop. Jullie hebben hem? Oké, okay. Stop. Stop de tijd. Handen van de knoppen. Handen van de knoppen. Welke vlogger zorgde ervoor dat hij helemaal viral ging? De Harlem Shake. Fiddly Frank. Filthy Frank? Dat is het goede antwoord. Punt voor jullie erbij, jongens. Yay. YouTubers die verdienen best eigenlijk een aardig zakcentje. Wist je dat? Met hun kanalen. Enzo Knol, kennen we die? Ja. Die kennen we. Die verdiende in 2015 naar zeggen meer dan 3,5 ton. Dat is behoorlijk wat. Nu de vraag. Luister goed. Wie? Of ik doe het trouwens daar al even bij Joost. Wie? En geef mij drie namen, verdiende er in 2015 meer dan 200.000 euro met zijn YouTube-kanaal. Ik wil dus drie namen horen van drie bekende Nederlandse vloggers. En de tijd gaat nu in. Okay. En als je het toevallig al weet, mag je ook gelijk al roepen, hè? Moet het Nederlands zijn? Het moeten drie Nederlandse namen zijn, ja. Oké, dan wordt hier goed gezocht. Hier zijn ze ook al druk bezig. Even kijken, jongens, wat is de tactiek hier? Sowieso. Ze zijn er helemaal in. Ze reageren niet eens meer op mijn vragen. Ik heb drie namen nodig van jullie. Wacht, kijk, zie je boven. Daar zijn deze. Ja, toch. En deze naar boven? Ja. Ja, oké. Okay. Stop de tijd. Stop. Ik wil van jou drie namen. Rob van Eindhoven. Rob van Eindhoven. Jordi van Busje. Jordi van Busje. En de laatste? David Harms. En David Harms. En dat is het goede antwoord. Hey! Hoe verdien je nou geld met YouTube? En belangrijker, kun jij dat ook? In principe wel. Het enige wat je hoeft te doen is de functie advertenties tonen in te schakelen op YouTube. Is dat alles? Bijna. Want een advertentie op YouTube levert gemiddeld 30 cent tot 4 euro op per 1000 views. YouTube hanteert een betalingsminimum van 70 euro. Wat wil zeggen dat je dus minimaal 70 euro bij elkaar moet verzamelen voordat YouTube uitbetaalt. Dus zit je eraan te denken om een YouTube kanaal te maken, doe het dan vooral omdat het gewoon super leuk is en niet per se voor het geld. De volgende vraag. Grooming is digitaal kinderlokken. En dat betekent dat de volwassene via internet, bijvoorbeeld via social media, contact opzoekt met een kind om hem vervolgens seksueel te misbruiken of voor kinderporno. Gelukkig is grooming strafbaar. Maar de vraag is, sinds wanneer, en ik wil de datum weten, is grooming officieel strafbaar? Schrijf je dat zo? Ja, zo. Strafbaar, ja. Ik zie hier een website van de politie naar voren komen. Dat is inderdaad een hele goede manier. Kom, gaan zoeken, de politie weet wat zo. Oké, stop de tijd, stop de tijd! Oké. En wat is het antwoord? 1 januari 2010. 1 januari 2010. Als dit antwoord goed is, dan betekent dat dat jullie de Media Battle hebben gewonnen. Het goede antwoord moest zijn 1 januari 2010. Jullie hebben gewonnen! Ja! En de winnaar van vandaag is Team Sla. Zijn jullie trots? Ja.
Heel mooi. Jullie hebben ook nog een prijs gewonnen. Dat was namelijk deze Bluetooth speaker. Alsjeblieft. Jullie krijgen er allemaal een. Ja, en dit was gewoon het einde van deze aflevering. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Houdoe! Houdoe!